om heerlijk te kunnen genieten van het zonnetje of heerlijk te kunnen eten aan een tafel, we hebben hier nu de nieuwe Lanchester eetstoel. De Lanchester stoel is gemaakt van meerdere materialen. Die ga ik jullie even laten zien en ik ga ze ook even benoemen voor jullie. De Lanchester stoel is van aluminium gemaakt. Dit aluminium is ook gespoten en dat zorgt ook voor dat deze stoel het hele jaar door buiten kan blijven staan. Aan de bovenzijde van de armleuning bevindt zich een kunststof lat. Dit is meer ter afwerking en ook fijn gevoel voor onder de armen. De zitting en het ruggedeelte is gemaakt van een textilene stof. Dit is fijn in onderhoud en zit ook extra comfortabel. De Lanchester stoel heeft meer strakke vormen, maar toch ook een beetje de gebogen vormen. Dit is duidelijk zichtbaar in de strakke armleuning, de iets gebogen voorpoot en de meegevormde rugleuning. De zitting van deze stoel is breed, alleen de armleuning die loopt nog iets breder uit. Nu hebben we de verstelbare stoelen en u kent ze vast wel, waar u de armleuning omhoog moet trekken en dan vanzelf naar achteren kunt gaan. Deze stoel werkt dus anders. Aan de onderzijde van de zitting bevindt zich een hendel en op het moment dat we deze uittrekken, gaat de rugleuning vanzelf naar achteren toe. Ook aan de achterzijde van deze stoel is hij prachtig afgewerkt. Als we bekijken dat het aluminium mooi doorloopt naar beneden en ook het textileen loopt helemaal tot onderaan toe. Voor het comfortabel zitten van deze stoel bekijken we de zitting even. En dan zien we heel duidelijk dat de stoel aan de voorkant mooi afloopt. Iets meer in een kuipmodel naar achteren toe gaat. En dan zien we de hele mooie curve in de rug, wat het comfortabel zitten van deze stoel extra makkelijk maakt. Wilt u nu meer informatie over deze Lanchester eetstoel? Kijk op onze webshop tuinmeubelshop.nl of kom hem even proberen in een van onze megastores.